Goedemorgen. Voetbalclub RKC Waalwijk lijkt gered van de ondergang. Gemeenteraad van Waalwijk stemde gisteravond namelijk in met de verkoop van het stadion. En daarmee kan de club in één keer af zijn van een torenhoge schuld. De directeur van RKC, Remco Oversier, is het brein achter de reddingsoperatie. Al jaren is hij bezig om de club financieel gezond te maken. Bij RKC doen wij al jaren geen gekke dingen meer. En dus werd er voorafgaand aan de raadsvergadering gewoon friet met frikandellen gegeten. Oversier moet namelijk voor het wonder van Waalwijk zorgen. De club behouden voor het betaalde voetbal. We hebben ontzettend veel gesaneerd. We hebben ervoor gezorgd dat de bedrijfsvoering weer sluitend is. Winstgevend is ook. Er is een belastingzaak opgelost van ruim 1,2 miljoen. En vanavond is een hele belangrijke, want als het gaat lukken om het stadion definitief te verkopen door de gemeente aan de projectontwikkelaar, dan kan deze club ook de komende 76 jaar weer vooruit en wordt er een hele belangrijke schuldenlast op termijn als het goed is weggepoetst. Als je een schuld hebt van 2,8 miljoen en koop je die ruimte afkopen voor 500.000, dat in onze ogen niet kan. Niet iedereen was blij met de deal die Oversier en het college hadden bedacht. Het kost Waalwijk namelijk miljoenen aan gemeenschapsgeld. Maar als RKC failliet gaat, kost het nog meer. Het was dus een beetje slikken of stikken. Mevrouw de Jongste, de heer Van Baarvel, voor. De heer Van Baartwijk, voor. De heer Van Hamel, voor. De heer Van Dinter, voor. Waarmee het voorstel met 21 tegen 5 stemmen is aangenomen. Ja, trots. Meer dan verwacht nog zelfs. 21 voor, dus wat dat betreft een zeer overtuigende ja. En met de laatste stapjes die nog genomen moeten worden, dit is fantastisch. Dit is historisch.